Ålesund, da kommer han på. Åh, skåring for Ålesund. Lo frem mot Jassi nå. Mye folk inn i. Hier is KV Kortrijk de voorzet. Ondertussen de kopbal en de goal. Is er nu wel, het is Papazoglu. Kasho le tzad smol, ifshera le Ginzari labor la emtza. Yoter lelechet le tzad yemin afilu. Litzor beshula sham im Vermouth ve Dor Malul. Shesider et ההזדמנות הקודמת. Som skal prøve å sette inn sitt første lite seriemål. Debuterer med skår. En dik 2 minuten na de 2-0. En Kajé met een nieuwe hoekskop. En daar is het 3-0 van Papazoglu. Dus boeken toe. Inwerpen. Met de Boye. En daar is Dane. Komt naar binnen. Meegeven met Rolland. Ruimte op de rechterkant. Wat een goede paas is dat tot bij Mercier. Mercier, de 16e de Mercier voortrekken. Hola. Ja. Papazoglu maakt zijn wakker. Kijken naar Mercier nu wel. Geen een goede voorzet. Papazoglu. Oh, wat een goal. Wat een schitterende. Kies. Meegeven op Papazoglu. Dit is de kans voor KV Kortrijk. Wat een knal. Wat een as is Papazoglu. Alsjeblieft. Voorzet is goed. Papazoglu, de bal. 1-0 KV Kortrijk. Prachtige actie, Stijn. Dan onderweg deze bal. En de goal. De goal van Papazoglu. Probeert zelf iets te forceren aan de buitenkant. Is er ruimte? Tomasevic met de voorzet. En daar aan de tweede paal helemaal vrij. Counter met Dane. De Smit die kiest de trein op. Dane gaat het zelf proberen. Hij heeft er al een paar waasthangers afgelopen. De voorzet is goed. En de goal is daar van Papazoglu. Maar trappen is niet echt zijn ding. Dan maar Marusic aanspelen die stand. Geen buitenspel en daar is de Smet. En Papazoglu 0-1. 0-1. Thanasis Papazoglu op een diefje. Wauw. Een dik kwartier als we de extra tijd erbij tellen. Papazoglu op weg naar zijn tweede. Gretarsson. Den på Papazoglu. Sterkt gjort. Og her da. Utliggende er det. De vil her unbedingt en sieg. Men Kortrijk braucht ihn. Papazoglu knikken. En kijk eens op de lat. Thanasis Papazoglu. Daar. Daar wordt het duel gewonnen en heeft Ayakoum de kans op 1-1. En dit was echt de grootste kans. Van Peppe, bal ingebracht. Papazoglu in de korte hoek met Onana hem te pakken. Ayakoum. Milik. Ayakoum. Goeie bal dit. Goeie bal. Goeie goal. Heel goede bal van. Paulussen. Nee, papa is ook. Nou, zoveel heeft Shaheen al een tijdje niet meer gehad. Maar dan nu. En Roda schuift even op. Ja, het is met de voorzet. Daar is Papazoglu. Die kopt hem erin, maar krijgt de vrij. Met zijn nu wel al meteen de opening op de rechterkant voor Mercier. Die kan scoren. Mercier. Al naar de ver. En nu is de goal met Papazoglu. Neem buitenspel. Links is de match mee. Papazoglu zo. En rechts in de dugout. Op dit moment nog onmogelijk om uit te maken wie het juist is. Eerst kijken naar Papazoglu. Papazoglu weer met zo'n knal.
iets te zien, para a equipa estar ainda com o empate. Atenção, que o desvio, grande defesa de Porto, foi... Zoglu weer weg. Hij is wel alleen, daar komt de Smit nu toch bijgesloten. Papazoglu gaat het gewoon zelf doen. En 3-0. De Smit. Hoekschop. Papazoglu weer en dit is de goal. De vrije trap voor Kortrijk. Daar is veel volk. Veel volk en geen goal. En het zei net. Straat goed druk gezet. De Smet kijken, voorzetten. Daar is Papazoglu. En dit had de... Maar eerst kijken we naar Tomasovic. En Papazoglu. En geen 5-0. De Smet voor Papazoglu. Mooi, dat hakje. En de Smet, hij scoort. Met dan hier, niet slecht door. En daar bij de tweede paal voortrekken. Oh, nee, niet binnen. Overwicht voor KV Mechelen, maar nu wel uitkijken daar Messi. Hij heeft er een tijdje last mee gehad, Yannick Ferreira. Ja, zijn ploeg pakt een heel veel rode kaarten. Ah, zolang zijn contract loopt. Cagé. Mooi. Van Papazoglu. Met zijn nu wel al meteen de opening op de rechterkant voor Messier. Die kan scoren, Messier. 15 minuten. Prima toe. Papazoglu. Goeie bal. En hier is Roland. De vlag blijft naar beneden. Roland.